met een leeppaasje op Koolhof. En Koolhof scoort met het linkerbeen. Ik denk na de tussenkomst van Verberne. 37e minuut, een logische voorsprong voor de thuisclub via Juri Koolhof. De wedstrijd eigenlijk gelopen. Paas van Koolhof in de 68e minuut op Leeuwerik. Leeuwerik zet voor. De bal komt dan uiteindelijk bij Juri Koolhof. Die haalt verwoestend hard uit. Hij is gewoon lekker rustig, lekker duidelijk. Geen geschreeuw en dat soort dingen zoals je meestal trainers ziet. En, hij is gewoon lekker rustig, duidelijk. En, hij vertelt de jongens gewoon wat hij verwacht van je. En, dat is gewoon voor de speler gewoon het makkelijkste. Hij is nog jong, hè? Dus hij staat helemaal tussen de groepen eigenlijk en toch ook weer erbuiten. Dat hij zelf nog mee kan voetballen. Maar ik denk dat het belangrijk is dat het gewoon de rust op een gegeven moment was. Het is niet eens gevraagd of ik het zou willen doen. Het is gewoon een kwestie geweest van Hans van Doornveld valt eraf en automatisch nemen we het over. Graafschap of PSV? Ja, momenteel is het echt een Graafschap. Dat is een beetje mijn clubje geworden.